Laatste ontwikkelingen herbouw DNA-gebouw. De historische panden van de Nationale Assemblée en Algemene Zaken aan de Henk Aronstraat 2 tot en met 4 worden sinds november 2019 herbouwd. Inmiddels zijn we 3 maanden verder en heeft het project zich verder ontwikkeld. Elvira Sandy, directeur van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft op 7 oktober het contract met de directeur van het internationaal aannemingsbedrijf 23rd Metallurgic Construction Company getekend. De eerste steenlegging vond plaats op 4 november 2019 en sindsdien wordt er dagelijks gewerkt aan het project. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today